Een nieuw gesprek voor Leven zonder Stress. Mijn naam is Patrick Kikke. Ik zit hier tegenover Eline Verbeek. Jij bent van de Positieve Psychologie podcast. Dat sprak mij meteen aan, want ik ken psychologie. Ik heb een aantal psychologen versleten. En positieve psychologie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is dat anders dan gewone psychologie? Positieve psychologie, dat is eigenlijk een aanvulling. Het is een nieuwe stroming binnen de psychologie als aanvulling op traditionele psychologie. Het is ontstaan in ongeveer 2000. Dus het is nog een jonge stroming binnen de psychologie. En het mooie van positieve psychologie is, waar traditionele psychologie meer kijkt naar what is wrong with you. Hè? Dus wat is er kapot, wat moet gemaakt worden. Kijkt positieve psychologie meer naar wat zit er al in je? Wat zijn jouw krachten? Waar ben je wel goed in? En die vergroot dat eigenlijk uit. Dus bijvoorbeeld, wat zijn jouw kwaliteiten? Wat heb je al in je zonder dat je daar iets voor hoeft te doen? Mm-hmm. Maar ook kijken, joh, wat heb ik eigenlijk al bereikt in mijn leven? En waar mag ik dankbaar voor zijn misschien? Ook, heel ja. mooi onderwerp. Dus positieve psychologie kan je eigenlijk helpen op het moment dat je bijvoorbeeld te maken krijgt met tegenslag, wat je niet uit de weg kan gaan in je leven, om daar met meer veerkracht mee om te gaan. Ja, je hebt nogal wat tegenslag gehad, hè? De afgelopen 34 jaar, als ik jouw podcast mag geloven, en ik heb natuurlijk een aantal afleveringen geluisterd. Ik heb wel met dat woord positief altijd, ik denk, mag jij van jezelf wel nog negatief zijn? Natuurlijk. Ja? Ja, absoluut. Jij vloekt ook in het verkeer? In het verkeer niet, maar nee. Er zijn wel dingen waar ik om moet vloeken. Ja, ik noem maar wat. Want als je glas met chocomel over je laptop valt, ja, dan zou je dat bijvoorbeeld helemaal kunnen gaan wegredeneren op zijn spiritueels. Hè? Van, ja, dit heeft gewoon zo moeten zijn. Ik moest gewoon een nieuwe laptop kopen. Maar je mag toch ook gewoon boos zijn? Natuurlijk mag dat. Ja, ja, absoluut. Absoluut, het helpt je denk ik wel, zeg maar, omgevend die boosheid beter een plekje te geven. Want je zou daar ook in door kunnen slaan. Oh, zie je wel, hè, heb ik weer. Gebeurt mij altijd. Net een nieuwe laptop of net het glasje ook melk, waar ik heel veel zin in had. Ja. Dus je kan, je hebt mijn inziens daarin altijd een keuze. Maar daarbij blijft er wel altijd de ruimte om gewoon te balen. Van dat moment, absoluut. Dat doe je dan. En dan ga je dat niet heel positief zitten wegrationaliseren, zeg maar. Nee, van, absoluut niet. Jij moet niet van jezelf altijd positief zijn. Nee, zeker niet. Want dan moet ik aan mijn moeder denken. Die zelfs op de crematie van mijn oma, toen begon mijn broer te huilen. En toen zei mijn moeder tegen mijn broer, hey, stop, dadelijk moet ik ook. Ik dacht, mogen we zelfs op een crematie niet meer ons verdriet tonen en zo, weet je wel? Dus ik kan makkelijk mijn emoties tonen. Dat kan jij dus ook. Ja, zeker. En daar heeft positieve psychologie dus ook niks mee te maken. Dat je alles maar moet weglachen. Zeg maar, nee, zo. Zeker niet. Nee, ik denk dat je er dan misschien zelfs wel in doorslaat. Ja. Want dan ga je voorbij aan je eigen gevoel. Want er is ook een naam dat voor, hè? Belangrijk is. Toxic positivity, dat hoorde ik in jouw podcast. Ja, klopt, inderdaad. Dus als je echt zo doorslaat in die positiviteit, dat je eigenlijk daarbij geen ruimte meer hebt voor je gevoel en die negatieve gedachten maar wegdrukt, ja, dan haalt het je op een gegeven moment gewoon in. Ja. Dus het is wel een dunne balans. Dus het is het focussen op het positieve, maar daarbij mag het negatieve, als je het in die twee hokjes wil klassificeren, mag daarnaast ook gewoon bestaan. Ja. Waarom ben je begonnen met je podcast? Was dat in coronatijd of zo, dat je zat te vervelen? Of? Ja, nee, volgens mij wel. Ja. En ik zag iets voorbij komen. Volgens mij heet ze Mirjam Hegger, als ik het goed heb. Zij was aan het adverteren op Instagram met start met je podcast. En toen dacht ik, joh, weet je, als ik een voiceclipje kan sturen via WhatsApp, dan kan ik denk ik ook wel een podcast maken. Nou ja, dat is zo geschieden. Ik stelde het je net al even kort. Met mijn iPhone een opname gemaakt en ja, uiteindelijk kreeg ik daar zoveel leuke reacties op dat het me eigenlijk heeft gemotiveerd om door te gaan. Ja. En met leuke reacties bedoel je, heeft het meteen meer coachingklanten opgeleverd? Of word je wel eens herkend in de supermarkt? Hoe gaat dat? Nee, het is nooit mijn doel geweest om daarmee coachingklanten uit te halen. Mijn podcast is meer een platform geworden om taboes bespreekbaar te maken. Dus bijvoorbeeld mensen die iets mee hebben gemaakt. Nou ja, dat kan van alles zijn. Van PTSS tot depressies tot burn-outs en alles wat je mee kan maken mentaal. En daar eigenlijk iets positiefs uit hebben gehaald. En daarmee is de podcast een soort van inspiratiebron geworden voor anderen om
ja, ondanks dat je misschien echt iets onwijs kuts hebt meegemaakt, je er toch altijd een positieve draai aan kan geven. En dat alles wat je overkomt, dat je er eigenlijk, dat het ook iets moois kan zijn. En niet op het moment zelf natuurlijk, als je daarin zit, maar je kan daar wel iets waardevols weer uithalen. Hmm. Want je hebt zelfs een meisje gesproken, een jong meisje, wat al op al jonge leeftijd een stoma heeft gekregen. Ja. Dat soort dingen. Ik hoorde jou ook in een podcast over schulden. Heb jij zelf in de schulden gezeten? Ja, klopt, inderdaad. Dat is ook zo'n onderwerp wat je eigenlijk liever, tenminste, ik denk eens dat gehad zou hebben, dat ik het niet in het openbaar. Daar rust echt een soort smet op, toch? Van nou, dan heb je het echt ver laten komen als je in de schulden komt. Ja, grappig. Nou ja, we hadden het net natuurlijk over het toelaten van die emoties. Dat heb ik vroeger thuis niet geleerd. Dat mocht er allemaal niet zijn. Dus om daar in het verleden mee te kopen, heb ik zowel een koop- als een eetverslaving ontwikkeld. Dus dat was mijn copingmechanisme om met die emoties die er niet mochten zijn om te gaan. En dus daardoor, als je continu gewoon meer geld uitgeeft dan je hebt, zo ben ik op die manier in de schulden geraakt. En ik vond het juist zo belangrijk om het daar wel over te hebben, ook al vond ik dat heel moeilijk en is dat een heel kwetsbaar onderwerp. Omdat ik zeker weet dat ik niet de enige ben die hier in Nederland mee worstelt. Zeker niet. Sterker nog, ik denk dat ik nu de reden weet waarom wij elkaar ontmoeten. Als je hier achter me kijkt, staan alle impulsaankopen van de afgelopen 2 jaar. Het zijn zeker 30, 40 dingen die nog in de verpakking zitten. Toen mijn relatie bijvoorbeeld uitging begin vorig jaar, naar de Action Webshop. Bestellen voor honderden euro's. Ik denk dat wij zo'n beetje dezelfde copingmechanismen hebben. En qua eten heb ik een eetverslaving in de zin van, ik kan, eten is controle voor mij. Hè? Dus als ik iets gemaakt heb, moet het op. Mm-hmm. Maakt niet uit of het binnen 3 dagen opgaat of eerst de vriezer in en dan volgende week nog. Maar ik kan geen klikje weggooien. Mm-hmm. Ik zie in alles van eten, niet alleen eten, ook van spullen, zie ik waarde. Zou dat ook zoiets kunnen zijn wat wat dus een manier is om niet te hoeven voelen? Komt het daar? Ja, dat is het zeker. Ja. Absoluut, zowel het kopen als het eten. Dus juist door dan maar gefocust bezig te zijn met dat eten. Nou, in mijn geval was het echt gewoon letterlijk zoveel eten dat ik het gevoel had dat mijn maag gewoon ontplofte. Juist, echt gewoon ging scheuren. Dat ik dacht, dit gaat niet goed. Maar dan heb je fysieke pijn en daar kun je er makkelijker op focussen. Oh, ja. Dan die mentale pijn. Ja. Dat is zoveel makkelijker. En met het kopen is meer, krijg je een stukje serotonine die je aanmaakt, dopamine. Is echt meer de rush van het kopen. Dat herken je dan misschien ook wel. Natuurlijk. Dus even daarmee heel gefocust bezig zijn. Misschien wel dingen in je mandje leggen, dan weer uithalen. Je digitale winkelmandje. Juist om maar niet te voelen. Ja. Ja. Nee, vergeet je thee niet, hè? maar dan zal ik in de tussentijd nog iets vertellen over gisteravond. Want toen ben ik met een vriendin ook nog naar de Action geweest. En ik had het letterlijk, hè. De hele dag was ik me er al een soort van op aan het verheugen. De Action is jouw ding? Ja, Action is mijn ding. Want daar kan ik het in ieder geval nog binnen de perken houden. Weet je, daar koop je voor 100 euro een volle kar, bij wijze van spreken. Yeah. Toch, als je het een beetje slim doet. Dus gisteren zat ik inderdaad de hele dag al denken, oh, straks aan de Action. Ja, weet je, aan toen dat moment er naartoe en inderdaad, en het moment dat je er bent, het is denk ik hetzelfde wat andere mensen met een gok al hebben, of met andere mensen die verslaafd zijn aan drugs, dat ze een dealer gaan piepen of bellen. Het is zoiets geks. En dan ligt het in de auto en dan ga ik het maar weer weggeven. Want ik koop soms ook van dingen 4 stuks, hè. Dan denk ik, hoe kunnen ze het voor 8 euro maken? Een wekkerradio waar je zelf je telefoon op kan leggen. Ja. Die kun je dan opladen. Dus dan koop ik er 4. Ja. 1 voor mij, 1 voor mijn broer, denk ik dan. Eentje voor Ron, een vriend van me. En die andere, nou, die kom ik ook nog wel kwijt. Of anders zet ik hem op de slaapkamer neer. Ja, en zo. Zo, dat dus. Ik heb het eigenlijk nog steeds. Ben jij er inmiddels vanaf gekomen? Ben je je koopverslaving kwijt? Nog niet helemaal, maar ik werk daar wel heel erg hard aan. Maar ik probeer nu iedere keer als ik ga kopen of eten, dan weet ik dat ik eigenlijk een emotie genegeerd heb. Dus ik probeer het nu te zien als signaal. Dus misschien voor jou, als je het herkent, is er gisteren misschien wel iets gebeurd waardoor je, wat voor emotie dan ook getriggerd is, waardoor jij gisteren naar de Action wilde gaan. Hmm. Kun je die vraag terugleggen? Ja, ik zit eens even te denken. Wat zou dat geweest kunnen zijn? Nou, bij mij is het ook vaak spanning. Okay. Spanning wegeten, spanning wegkopen. Ja. Dan zou ik eigenlijk rust moeten nemen. Want ik had gisteren weer 3 afspraken op een dag, wat eigenlijk te veel is voor mij. Je hebt ook een burn-out gehad, gaan we het zo ook over hebben.
En dan weet ik niet. Dan denk ik, ja. Maar goed, we gaan straks ook nog wat opnemen voor jouw podcast. Misschien zullen we het dan verder uitdiepen. Want ik ben nog veel meer geïnteresseerd ook in jou. Want jij bent, als ik het hoor, op je 34ste al aardig aan de slag gegaan hiermee. Ja. Je doet nu schematherapie, vertelde je me. Ja, klopt. Daar ben ik nu sinds een half jaar mee bezig. Ik ben eerst natuurlijk behandeld voor mijn koopverslaving, voor mijn eetverslaving. Maar dat was, ik zeg niet dat het niet heeft geholpen, maar dat was echt meer de oppervlak. Was meer symptoombestrijding. Ja. Alleen ik ben nu meer aan het kijken van, joh, waar komt het nou vandaan? En ik heb inmiddels geleerd, dus iedere keer dan, als het komt, heb ik een emotie genegeerd, want anders heb je het niet nodig. Dus ik ben nu echt aan het kijken van, nou joh, wat zit daaronder? En schematherapie, die haalt het in verschillende facetten uit elkaar. Dus je hebt daarbij je oude modi, je kindmodi, je oude modi, dat zijn bijvoorbeeld die straffende oude modi. En dat is iets wat mensen herkennen die vroeger thuis mishandeld zijn emotioneel. Dus je kritische oude modi van dat heb je niet goed gedaan. Je straffende oude modi heb je. En dan je kwetsbare kind heb je. Daarin zit het razende kind, het emotionele kind. Dus echt emoties die je ook bijvoorbeeld bij een kind van twee ziet. Dat is het kindstuk. Dan heb je je copingmechanismes. Dat onderscheidt zich in 9 verschillende soorten waarbij je vermijden hebt, vluchten hebt en vechten. Ja. Dus freeze, fight, flight. Ja, die bedoel ik. En daarin zitten weer verschillende coping modi, waarbij echt de verslaving vorm is. Dat heet de onthechte zelfsusser. Dus je gaat jezelf sussen. En dat is eigenlijk een vermijdingscopingstrategie. En is daar vanaf te komen allemaal? Ja, zeker. Ja? Maar het is hard werken. Het is zeker hard werken. Dus je hebt, om een verhaal af te maken, heb je dan het blije kind en de gezonde volwassen. En die heeft gelukkig ook iedereen in zich. Ik ben hier heel druk in het uitbeelden, maar dat is niet erg. Ik volg je. maar het is bedoeld zeg maar, om die te gaan versterken. Dus het blije kind? Het blije kind. Dus echt het blije kind in jou, nou, wat echt spontaan mag zijn, wat kan gaan spelen. Wat creatief is, dat de ruimte krijgt, maar ook je gezonde volwassen die, als je jezelf bijvoorbeeld op je flikker geeft, omdat je hebt gekocht of hebt gegeten, van dat had je niet moeten doen, en zie je wel, je bent hartstikke dik en zo blijf je dik. Je gezonde volwassen die gaat dat eigenlijk reguleren. Dus die gaat zeggen van, joh, dat klopt niet wat je zegt. Die regelt eigenlijk, die gaat het centraal regelen. Ik weet niet of je de film Inside Out ooit hebt gezien. Ja. Dus ja, dat die stemmetjes. Juist, die stemmetjes. En die zorgt er eigenlijk voor, dat is het controlepaneel. Die zorgt ervoor dat alles in balans blijft. Dus alle emoties mogen er zijn. Maar echt om als een kleuter bijvoorbeeld stamppoeten te gaan stampen, zeg maar. Ja, dat is niet oké. Dus die gaat reguleren dat alles wat meer in balans is. Hmm. Mooi uitgelegd. Wat ik me dan afvraag, heb jij nog een goede band met jouw ouders? Omdat ik jou ook in je podcast best wel vaak hoor over wat er vroeger allemaal gebeurd is. Ik weet niet of we het ook allemaal moeten gaan herhalen hier. Want als je dat wil weten, luister podcast 1 van de psychologie podcast. Hè. Ja. Heb je nog contact met je ouders? Ja, met mijn moeder heb ik relatief goed contact. Ik zie haar niet super vaak, maar als we elkaar zien is het prima. Met mijn vader eigenlijk zo min mogelijk. Die stuurt een gifje via WhatsApp met de kerst. En dan vindt hij zichzelf een fantastische vader. Dus, een gifje? Een, ja. Merry Christmas. That's it. Ja, that's it. Ja. En hoe is het contact met je zussen? Met mijn middelste zus. Nou, die heeft me toevallig heel erg geholpen met mijn koopverslaving destijds. Ik zat 20.000 euro in de schuld. Zij heeft met haar eigen spaargeld al mijn schulden in één keer afgelost. Lief. Ja, echt super lief. Mijn pinpas heb ik bij haar ingeleverd. En zij heeft met mijn eigen inkomen, mijn eigen salaris, daarmee al mijn schulden afbetaald, zodat ik niet al die rente erbij had. Ja. Dus daarin heb ik me heel erg gesteund gevoeld door haar. Wacht even, want dit is wel even een goede tip. Dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Je kan dus inderdaad ook gewoon om hulp vragen als je in de schulden zit bij familie en vrienden. Geen schaamte erop hebben. Of heeft zij het zelf aangeboden? Nee. Ik heb toen zelf... Goed. Als ik dan even ga naar het dieptepunt van mijn koopverslaving. Ik stond 2000 euro in de min. Ik had onwijs veel schulden. Mijn huur kon niet meer geïncasseerd worden. Gas, water, licht niet. Dus ik dacht, ja, kut. Ik moet nu om hulp gaan vragen. Want anders dan word ik gewoon mijn huis uitgezet. Ik ben gewoon dakloos eigenlijk. Van, hoe dan? Je zou niet de eerste zijn die dat is overkomen. Nee. Zeker niet. Dus en ik heb in het verleden mijn familie al vaak om hulp gevraagd. Maar in de vorm van geld. Maar ik dacht eerst, nee, ik moet het zelf oplossen. Dus ik ben gaan bellen, schuldhulpverlening. Zei, heb je kinderen? Nee.
Heb je een koophuis? Nee. Nou ja, oké, nou dan ben je over 3 maanden aan de beurt. Ik zeg, ja, maar mevrouw, over 3 maanden ben ik dakloos. Ik heb nu hulp nodig. Nee, nou ja, dan kwam ik ergens onderaan de lijst. Geen urgentie. Shit. Dus dacht, nou ja, toch maar weer met de billen bloot. Dus toen zijn mijn moeder en mijn zusje zijn naar me toegekomen. En die hebben gezegd van, joh, Eline, geld toestoppen heeft geen zin. Ze zei, nee, dat weet dat ik. Dat maak je op. Juist, dat maak ik op. Dus nou ja, en toen zo mijn financiën overgeheveld naar mijn middelste zus. En elke week kreeg ik €30 en dan moest ik het mee doen. Maar niet dus inderdaad dat hele gedoe van schuldsanering. En dat duurt dan 3 jaar of zo, geloof ik. Hoe lang heeft het bij jou geduurd voordat je eruit was? Ik heb het in 2,5 jaar helemaal afgelost. Maar door echt ook gewoon, ik kon niks meer. Niet meer naar een festival of wat dan ook. Zonde, maar je had dus ook niet... dat helpt wel ook je koopverslaving tegen te gaan, hè? Of is hij daarna gewoon weer... Was hij er ineens weer? Hij was er zeker weer. Nou ja, ik wist dat het niet de oplossing was voor mijn probleem. Het was het probleem ook weer voor het symptoom. Ja. Maar niet voor mijn koopverslaving. Dus ik wist toen ik op een gegeven moment uit schulden kwam... ik mis hier gewoon een arm op dit moment. Ik kan dit gewoon niet zelf. Ja. Dus ik zit nu bij een budgetcoach van de gemeente. Hartstikke gratis. En daar wordt mijn salaris gestort... En ik heb mijn eigen pinpas, daar gaat geld op en op is op. Wat goed. Heerlijk. Ja. Al mijn incasso's, alles loopt door. Oh, het geeft me zoveel rust. Dat kan ik echt iedereen van harte aanbevelen. En fijn dat je dit zo vertelt. Je hebt dit ook eerder in een blad, vriendin of zo? Ja, klopt. Ja. Die hadden we via de podcast gevonden. En daar heb ik toen ook mijn verhaal mogen vertellen. Ik weet zeker dat er nu ook jonge meiden, want daar schaar ik jou nog onder. Ik ben 48, dus ik mag jou een jonge meid noemen. Jonge meiden die of jonge jongens die hier ook mee zitten en... Heb je nog andere tips voor ze? Wat heeft jou geholpen in die tijd? Laat jezelf overal blokkeren. Afterpay, Klarna, Billink. Allemaal dat soort diensten waarbij je kan misschien wel tot 2,000-3,000 euro geld uit kan geven op nabetaling. Ja. Je kan jezelf daar op zwarte lijst laten zetten. Oh, wat goed. Wist ik niet. Ben ik toevallig zelf achtergekomen. En er zijn heel veel mensen die dat niet weten. Maar je kan ze gewoon bellen, mailen van, joh, blokkeer mijn e-mailadres in combinatie met mijn adres, telefoonnummer. Het nadeel namelijk aan die instanties is, je kan er geen betalingsregeling mee afsluiten. Dus op het moment dat jouw betalingstermijn verstreken is en je kan die voor een paar euro nog verlengen, maar als puntje bij paaltje kom je zegt, ja, ik kan dit niet betalen, dan sturen ze gewoon naar het incassobureau. Ja, deurwaarder. Juist. Dus daar zijn ze niet flauw in. Dus ze maken eigenlijk misbruik van de mensen die deze verslaving hebben. Want ja, dat is natuurlijk de doelgroep, de mensen die het geld nu niet op hun rekening hebben staan. Ja. Dus dat kan ik inderdaad van harte aanbevelen. En eigenlijk wat ik net ook al zei, je kan dus gewoon via de gemeente gratis budgetcoaching aanvragen of budgetbeheer. Dus, goeie tips. Zeker. Ik zeg tegen mezelf altijd, ach, het is maar een koopverslaving. Andere mensen zijn verslaafd aan drugs, gaan naar de gokpaleizen, zijn seksverslaafd. Zie jij het als een onschuldige verslaving? Is dat zeker niet? Nee, ik zie het allemaal... Als hetzelfde, behalve natuurlijk dat een drugsverslaving natuurlijk ook lichamelijk voor afbraak zorgt. Ja. Wat kocht jij zoal dan? Staat jouw huis ook vol met allemaal onuitgepakte dingen nog? Nee, dat niet. Want ik heb wel echt alles wat ik heb gekocht, heb ik in gebruik genomen. Ik heb heel veel kleren gekocht. En als je nou een koopverslaving hebt in combinatie met een eetverslaving, waarbij je dus gewoon ieder jaar 10 kilo aankomt, kun je gewoon kleren blijven kopen tot in de treurigheid. Ja. Ja. Ik heb wel echt enorm veel kleren. Ja. Maar die ben ik nu allemaal op Vinted aan het verkopen. Oh ja, ik wou zeggen. Ja. Ja. En dit raakt wel iets met mij. Heb jij nou nooit dat je denkt, potverdomme, was het toch allemaal anders gegaan in mijn jeugd? Dan was me die ellende allemaal bespaard gebleven. Ja, soms wel. Maar anderzijds, ik denk ook dat het me wel heeft gemaakt tot wie ik ben. En dat ik er ook veel van heb mogen leren. Absoluut. Ja. Ja, zeker. Het maakt me empathischer richting anderen. Ik kan me makkelijker inleven in anderen en begrip tonen voor hetgeen wat zij hebben meegemaakt. Ja, ik kan dat gewoon voelen, zeg maar, hoe dat is. En ik denk dat het daarin gewoon een heel, heel waardevol onderdeel van mijn leven is geweest. Zeker. Ja. Ja. Zit geen schaamte meer op? Of heeft het er wel op gezeten? Op de verslaving? Nou ja, op het idee dat je... Want mensen leggen het toch vaak uit als labiel, ook naar mij toe. Weet je, ik heb dan het geluk dat ik het kan betalen. Maar dan wordt altijd, hou je toch eens in. En waarom kun je dan niet gewoon naar de Action gaan en gewoon één dingetje kopen? Weet je, zeggen mensen, ik zeg, ja, weet ik veel. Dat gebeurt gewoon. Ja, ik ben daar. En er komen inderdaad allemaal lekkere stofjes los. En
Ik ben dan met name voor anderen aan het shoppen. Cadeautjes aan het, eigenlijk ben ik liefde aan het kopen. Hè. Je koopt cadeautjes voor anderen. Dus ja, een cadeautje voor anderen en afleiding voor jezelf. Juist, precies dat. Zeker. En ik blijf maar zeggen, ach, het is toch onschuldig. En, maar ja, dat, misschien zit er toch ook bij mij wel schaamte op. Want mensen vinden je toch al gauw, dat is wat ik eigenlijk aan je wil vragen, een soort van labiel. Dan zeg je, ja, hou jezelf toch eens in de hand, ook met eten. Hè, als ik een buffet afren, wil ik alles geproefd hebben. Ja. Ja, dat zit gewoon in me. Dat heb ik ook geleerd van mijn vader, die is net zo. Ja, leer dat nog maar weer eens af. Ja, ik denk dat er zeker mensen dat labiel kunnen vinden. Maar ik denk, hoe meer jij begrijpt van wat het effect van een verslaving is op jouw leven, hoe meer je begrip je daarvoor hebt. Want eigenlijk is ik vind het heel verdrietig. Ja, ik vind het echt onwijs verdrietig dat je dat nodig hebt om je nog een beetje goed om je goed te voelen. Dat is heel verdrietig. Ja. En of dat nou cocaïne is of een het 100ste kledingstuk. Het is gewoon triest eigenlijk. En heeft niet iedereen dit? Ik bedoel, mijn ex-vriendin, weet ik, die kijkt zo 10 afleveringen achter elkaar van een serie. Ja, ligt eraan met welke reden? Ja, dat is denk ik ook dat wat wij ook hebben. Gewoon niet willen voelen. Ja. Of iets niet willen voelen. Of het nou missen is van mij of missen van dat ze geen kinderen heeft. Weet ik, wat je kan overal rotten. Ja, ja, ja. Dus ik denk zodra het je belemmert in je leven. Zodra je er dermate last van hebt, ja, dan zul je er iets mee moeten doen, zeg maar. Ja. Als jij elke zaterdag, ik noem maar wat, 10 series kijkt op Netflix, nou prima. Maar als het jou belemmert om verder te functioneren, ja, om te gaan poetsen, werken, juist. Ja. En je verslonst daarmee jezelf. Ja, dat, ja. Dus ik denk dat gewoon een dunne balans is. Een mooi voorbeeld, en dat heb ik. Ik heb verslavingskunde gestudeerd en wat die leraar toen als voorbeeld gaf, dat ben ik eigenlijk nooit vergeten. Die zei, je hebt, ik noem maar eventjes, Piet en Klaas. En Piet en Klaas, die drinken elke dag na hun werk, drinken ze 2 glazen wijn. Eén is verslaafd, de ander niet. Exact dezelfde hoeveelheid volume alcohol gaat erin. Ze gaan allebei naar de huisarts en de huisarts zegt, joh, je hebt een ontsteking en jullie moeten medicatie nemen en daardoor mag je nu niet drinken. Piet die stopt zonder problemen. Klaas heeft daar moeite mee. Dus Klaas heeft een alcoholafhankelijkheid. Hmm. Dus daarin zit de dunne lijn. Dus er kunnen meerdere mensen zijn die regelmatig dingen kopen of series kijken. Maar het is net, kan je zonder? Kan je zonder, ja. Ja, dat is de vraag. Nou, dan ben ik weer te twijfelen of ik niet verslaafd. Nou ja, weet ik veel wat ik ben. Is het ook zo belangrijk? Want soms denk ik ook al, we leven nu wel in een tijd dat alles maar opgegraven moet worden. Mijn vader en moeder, als ik dan iets vraag over vroeger, zeggen ze tegen me, jongen, dat is het verleden. Daar moeten we het niet meer over hebben. Gedane zaken nemen geen keer. Zijn wij als generatie, jouw generatie, mijn generatie, doorgeslagen in het maar opdelven van alle shit uit het verleden? Nee, denk juist dat wij daar de tools voor hebben gekregen. En dat we het nu kunnen. En dat het ons leven leuker en makkelijker maakt. Dus waarom zouden we er geen gebruik van maken? Dus het eerder dat hun dat nooit gedaan hebben, dat ze. Ja, dat is hun manier. Want vroeger, 50 jaar terug, praten hier niet zo makkelijk over, hoor. Nee, zeker niet. Nee. Dat is, als ik dan bijvoorbeeld naar mijn opa en oma kijk, als die ruzie hadden, dan spraken die een week niet tegen elkaar. En dan gingen ze weer door. Gewoon door. En dan denk ik, joh. Wat sneu eigenlijk. Het had zoveel anders gekunnen. Maar als je niet weet hoe het anders kan, dan kun je het ook niet inzetten. Je bent ook gepest in je jeugd, hè? Ja. Nou, thuis was het dus niet leuk. Gepest. Op je 11e wilde je dood. Ja, ik zeg het maar even zo hard zoals het is. Maar en wat ik dan een heel lief verhaal vond, is dat eigenlijk jouw overbuurmeisje jou gered heeft. Ja. Niet op dat moment zelf, maar in het algemeen. Hè? Ja, zeker. Ja. Dat was voor het eerste keer dat ik gezien werd voor wie ik echt was. Ik mocht mezelf zijn en dat is zo ontzettend waardevol. Ik heb ook nog steeds contact met haar. Ze heeft inmiddels 2 kindjes, dus ze heeft haar tijd vol met andere dingen. Maar ja, af en toe dan spreken we elkaar nog. En dat is super waardevol voor mij. Dat eindelijk ik een keer mezelf mocht zijn. Ja. Dat ik gewoon oké was zoals ik was. Want ik heb thuis heel vaak te horen gekregen dat alles wat ik deed verkeerd was. Ja, dat gevoel heb ik dus ook. Dat ik dat thuis ook vaak gehoord heb.
Wat mij heel erg geholpen heeft, ik ben ook eens met mijn opa of met mijn oma gaan praten. Hoe was het dan voor mijn vader in zijn jeugd? En eigenlijk was mijn vader het gedrag van zijn vader aan het kopiëren. Ben je er ook wel eens achter gekomen? Heb jij je verdiept in hoe jouw vader is opgegroeid? Of, ja, zeker. En zag je daar parallellen van, ja, hij is dus eigenlijk zo behandeld zoals hij mij ook behandeld heeft? Of hij heeft dus gewoon een generatie doorgezet? Ja, maar mijn vader heeft zeker een generatie doorgezet. Mijn vader heeft ook niet geleerd hoe te voelen, hoe om te gaan met zijn emoties. Alleen ik ben heel anders geworden daardoor. Dus ik liep met mijn vader ook altijd tegen een muur aan. Want ik voelde van alles. Maar hij voelde niks. Dus dat was zo'n enorme mismatch. Maar mijn moeder is een enorm gevoelsmens. Dus ik denk dat ik meer op haar lijk wat dat betreft. Hmm. Maar qua mijn vader, misschien wel het alles of niets principe dat ik van hem heb overgenomen, maar voor de rest zie ik weinig overlap in mijn karakter met dat van hem, zeg maar. Ja. Wel, wat ik wel heb overgenomen is zijn stem, die altijd tegen mij zei, je bent niet goed genoeg, je doet het niet goed, je hebt het verkeerd gedaan. Ja, dat is wel een stem die ik gewoon de hele dag door kan horen, als ik mijn best daar niet voor doe om, nou ja, zoals ik net zei, die gezonde volwassenen er tussen zetten van, dat is niet waar, hè? Je bent wel waard, je kan het wel, et cetera. Want jij werkt hard, hè? Je hebt gewoon een fulltime baan. Ja. En daarnaast heb je ook nog eens een coachingspraktijk. Ja. Dan denk ik, meisje, wat doe je jezelf aan? Ik hoorde ook een van je podcasts dat je weer een beetje tegen overspannenheid aan zat. Zo'n anderhalf jaar terug of een jaar terug of zo. Ja, klopt. En ik heb toen ook voor mezelf besloten, ik zet het op een wat lager pitje. Dat kon ook. Ja, dat kan ook. Het is coaching is niet mijn inkomen. Ik noem het een betaalde hobby. Want zo voelt het ook voor mij. Ik werk fulltime in de IT als customer support manager. Maar ik heb een hele andere achtergrond. Dus ik wilde daar gewoon iets mee blijven doen. Ja. Dus op deze manier coach ik denk 1 of 2 mensen per maand. En dat is prima voor mij. Ja. Want vind ik het leuk. Kan ik er bij mijn aandacht bij blijven. En ik heb daar onwijs veel respect voor mensen die dit in hoofdberoep doen. Want ik denk, joh, mensen komen wel altijd met een rugzakje. Je moet altijd openstaan voor die ander, gefocust op die ander. En dat lijkt me wel echt ontzettend pittig. En nu kan ik het op zo'n manier doen dat ik het wel iets kan doen wat ik echt heel leuk vind. En ik vind het fijn om een ander te helpen met de uitdagingen die persoon heeft in zijn leven. Maar zo is het voor mij eigenlijk in de juiste balans. Ja. Ja. Heb jij ook ooit in andere dingen verdiept? Oh, je wou drinken. Drink maar even, hoor. Ja, even een slokje thee tussendoor. Dat doe ik. Dat pak ik het zo. Heb jij ook in andere dingen verdiept? Ik ben me toch op een gegeven moment ook heel erg in eerst persoonlijke ontwikkeling en daarna spiritualiteit gaan verdiepen. Is er iets als The Secret wat jij bekeken hebt? Of The Law of Attraction? Je kent ze allemaal wel. Ja, zeker. Die dingen die heel erg in zijn nu. En heb je daar iets aan gehad? Ja, The Secret heb ik gekeken. Law of Attraction heb ik me in verdiept, maar het klikt niet bij mij. Nee. Ik denk dat ik daar misschien iets te rationeel voel. Juist, ja, dat denk ik zeker. Ja. Jij wil het met je brein oplossen. Mag ik het zo omschrijven? Ja, zeker. Ja. Ik denk ook dat je veel kan met de kracht van je gedachten, namelijk. Ja, jij zegt ook ergens, jij helpt als coach mensen een positievere playlist in hun hoofd te creëren. En dat vond ik een heel mooie beeldspraak. Want we hebben zo'n rijtje met overtuigingen van onszelf, die we de hele dag afdraaien, als een Spotify-playlist. Ja. En hoe doe jij dat dan? Hoe help jij mensen daarmee die playlist opnieuw samen te stellen? Ja, ik werk heel veel met het 5G-schema. Dat is uit de cognitieve gedragstherapie. En daarin zit je gedrag, je gedachtes. Daarin ga je kijken van, joh, wat denk ik nu? Wat voor effect heeft dat op mijn gedrag? En wat zou ik daarin kunnen aanpassen om het de volgende keer anders of misschien iets positiever te zien? Ja. Dus eigenlijk dezelfde situatie met een andere bril bekijken. Ik noem dat ook altijd een voorbeeld. Je moet morgen naar een klus toe. Je komt buiten en je auto start niet meer. Je kan denken, waarom overkomt mij dat altijd weer? Heb ik weer? Is weer zo'n dag. Het is weer zo'n dag, zie je wel. Nu gaat alles mis vandaag. Ja. Maar je zou ook kunnen denken, oh ja, oké, shit, ik ben een taxi. Ja, kan gebeuren. Of ik verzet een afspraak. Of joh, pak de bus, kan mij iets schelen. Of ik had de buurvrouw al lang niet gezien. Misschien kan ik haar auto lenen. Vragen, ja. Dus je verandert niks aan de situatie. Je hebt geen controle voor een groot deel voor de dingen die je overkomen. Dat die auto in één keer niet meer start, ja, dat is vette pech. Ja. Maar je hebt wel de controle over hoe je daarmee omgaat. En dat begint
mijn inziens met welke gedachten heb je daarbij. En natuurlijk, hè, het is niet, je mag niet alles, je hoeft niet alles weg te bagatelliseren. Je mag daar nog al even goed van balen. Maar het is net, en dat is natuurlijk, kom je weer terug op de positieve psychologie. Het is net hoe je daarmee omgaat. Door ook wat andere gedachten in te zetten, word je gewoon wat veerkrachtiger om met zo'n situaties om te gaan. Ja. Gedachte die ik bijvoorbeeld zou hebben is, want ik rij in een 17 jaar oude auto. Ja, jongen, dat doe je jezelf aan, hè. Je had gewoon al 5 jaar geleden een andere auto. Dat weet je, dat gebeurt met een oude auto. Weet je, dat soort dingen zou ik dan allemaal tegen mezelf, denk ik, hardop gaan zeggen. Ja, dit zat eraan te komen, zeg ik dan ook wel eens tegen mezelf. En helpt dat je, om dat te denken? Nee, dat helpt niet. Maar dat is, ja, dat heb ik ook zo geleerd. Ik bedoel, als bij ons vroeger thuis de deurbel ging en mijn vader wist niet wie er aan de deur stond, dan was de eerste reactie: Jezus, staat er nou weer iemand aan de deur? Weet je wel? Dus ik heb geleerd om problemen niet kleiner te maken, maar om van iets kleins juist een groot probleem te maken. Dat is ook een vak apart. Dat is een vak apart. Nou ja, ik noem dat zelf creatief denken. Ja. En daar kan ik dus wel ook mee. Kijk, ik kan ook de andere kant op. Ik heb jarenlang met de radio gewerkt en dan moet je ook van niets iets maken. Ja, ja. Dus het heeft me ook gediend, die creatieve spier. Maar ik moet heel erg opletten dat die creatieve spier niet, in plaats van iets heel grappigs te verzinnen rondom een situatie wat tot een leuk stukje radio leidt, een probleem nog veel groter te maken. Weet je, ik zie mezelf dan als die auto niet start, zie ik mezelf in mijn hoofd al bij die dealer. En dan gaat hij me weer proberen af te, dat ik te veel betaal. Af te dingen, ja. En dan moet ik weer dit en dat en dan zus en dan. Oh, ik fantaseer al richting 2030. Ja. Je gaat bijna door tot aan de grafkist. Dat is ook een kwaliteit. Maar, daar maar goed, je hebt die kwaliteit wel. Ja. Dus je zou hem dus ook andersom kunnen gebruiken. Om het kleiner te maken. Om het positieve groter te maken. Ja. Want je hebt de techniek wel. Ik heb de techniek wel, ja. Maar het voelt soms ook wel eens lekker. Heb jij dat nooit dat je denkt, ik wil eens even lekker in die misère sudderen? Ja, ik heb dat misschien iets te lang gedaan in het verleden. Dus daar pas ik voor. Ik vind het soms ook wel dat ik denk, misschien, weet je wat ik soms ook wel eens denk? Hadden we maar eens echte problemen? Dat in de zin van, misschien maken we, ik zeg even we, maar in dit geval ik wil kleine dingen zo groot, omdat ik heb geen schulden. Ik heb gewoon leuk leven, mijn ouders leven nog, ik ben niet ziek. Weet je, en dan ga je inderdaad maar van zulke kleine dingen als de auto die niet start, ga je van jezelf een enorm probleem maken, omdat je eigenlijk voor de rest geen problemen hebt. Mm. Alsof dat creatieve deel in jou denkt, we hebben eindelijk eens iets waar we op kunnen knabbelen, weet je wel? Ja, ja, ja. Maar wat voor problemen zou je dan? Zou je dan de grotere problemen willen dat de rest weer in perspectief valt? Nou, we kloppen het even af. Ja, dat zou ik zeker doen. Nee, maar laat ik de vraag zo zeggen, zijn wij niet ook een beetje te veel verwend in Nederland? Want de mensen in Afrika die niks te eten en niks te drinken hebben, dat zijn pas problemen, denk ik dan. Ja, nou ja, die kijken me vanuit hun eigen referentiekader. Ja, ja, maar, ja. Maar snap je een beetje, ik bedoel dat wij Nederlanders, we hebben het zo goed dat we, en dat bedoel ik niet voor iedereen, hè, want ik zie jou harder werken en alles, maar misschien denk ik bij mezelf wel eens, ik ben gewoon verwend. Ik zou gewoon, ja, had ik maar aan het leger gezeten en geleerd hoe het is om 2 nachten niet te slapen en 3 dagen niet te eten. En wat houd je tegen? Kan er nog steeds? Nu nog in het leger? Ja, joh. Nou, als je een uitdaging wil, toch? Ja, daar zit wat in. Ja, zou dat het zijn? En gaan mensen daarom nu tegenwoordig allemaal in een zweethut zitten of in een ijsbad? Ik denk dat dat meer te maken heeft met het aantal prikkels wat je krijgt. Het is en social media en schermen en dit en werk en kinderen en zus en zo. Ik denk wel dat het leven een paar jaar, pak een beetje 20, 30 jaar, wat prikkelarmer was. Ja. De situatie is ook in hele korte tijd heel erg veranderd. Vroeger zat moeder de vrouw die zat thuis met kroost, de man die zorgde voor het inkomen. Ja. Het was een veel simpeler leven eigenlijk. Overzichtelijk. Ook dat. Ja. Ja, zeker. Heb jij nu het idee dat je voor alles alleen, dat je er alleen voor staat? Nee, zeker niet. Nee? Nee, absoluut. Voel je gesteund? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik heb voor het eerst ook eindelijk een partner gevonden. Want met mijn vorige partners ben ik allemaal lekker patronen van vroeger thuis gaan herhalen. En ik heb nou eindelijk een partner die, als je het over thematiek van veiligheid en onveiligheid hebt, die zit op een heel erg in het veilige spectrum. Waardoor ik in het begin ook wat moeite heb gehad om met mijn gevoelens richting hem. Omdat dat
dat veiligheid was voor mij iets nieuws. Dat ken ik helemaal niet. Dus dat voelde voor mij super raar. Het was voor mij veel, veel makkelijker om in een relatie dat... Botsen wel in een zekere zin, maar ook gewoon afgewezen worden. Van, je bent dik, ik wil geen seks meer met jou, want je ziet er niet uit. Dat voelde vertrouwd. Dat voelde voor mij vertrouwd. Omdat die afwijzing kende je uit thuis. Dat ken ik vanuit thuis, want dat is normaal om niet goed genoeg te vinden. En dan toch bij iemand te blijven. En nou, deze nieuwe relatie gebeurt niet. Ik kan onderuit gezakt op de bank zitten. En dan vind je nog steeds en leuk. En ben je nog steeds mooi, dat denk ik. Ja. Huh? Maar dat is voor mij iets heel positiefs. En ook iets waar ik echt wel aan mag gaan wennen eigenlijk. En dat is natuurlijk ook onderdeel van het proces wat ik doorga. Je zegt wel heel veel mooie dingen nou in een korte tijd. En ik heb jou over eerdere relaties gehoord dat er zelfs een man was waar jij, die was depressief, waar jij helemaal tot het naadje ging om voor hem te zorgen en te helpen. Klopt. En toen had jij een keer hulp nodig en dat diegene gewoon echt, als correct me if I'm wrong, maar ik hoorde het je zeggen, dat diegene gewoon tegen jou gezegd had van, ja, denk nou niet omdat jij de hele tijd er voor mij was, dat ik er nu ook voor jou ga zijn. Ja, dat hoef je niet te verwachten. Dat heeft hij inderdaad gezegd. En toen heeft hij me ook laten vallen. Dat was ook het einde van de relatie. En hij had binnen een paar weken... Ja. Weer een ander. Klopt. Dan voel je je toch ontzettend gebruikt ook. Nee, ja, dat was voor mij gewoon. Zo alleen nu achteraf in hindsight, hè, nu ik met de kennis van nu kijk ik daarop terug, denk joh, wat heb ik mezelf weg laten cijferen? En wat ben ik over al mijn eigen grenzen heen gegaan? En dat is geen gezonde relatie geweest. En zo heb ik er nog een aantal gehad. Dus, wiens schuld is dat dan? Ja, schuld. Ja, als je dan over schuld wil praten, is het de schuld van mijn ouders geweest daarin natuurlijk. Dat ze je niet geleerd hebben te begrenzen. Mijn ouders hebben niet geleerd te voelen wat grenzen zijn. Dat ik oké ben zoals ik ben. Ja. Maar ik vind schuld altijd een lelijk woord. Dus wat ik wil zeggen, het is de schuld van mijn ouders, maar het is wel mijn eigen verantwoordelijkheid om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Ja, zeker. Ja, dat is super herkenbaar allemaal. Dus nu zeg je echt, je moet wennen aan het feit dat je nu in een veilige relatie zit. Ja, zeker. Ja, het gaat inmiddels beter hoor. Maar echt in het begin was dat echt... Ik kende dat gewoon niet. Ik kende dat gewoon niet dat iemand, als ik iets vertelde, dat iemand gewoon naar me luisterde. Gewoon aandachtig en het ook nog onthield. En niet alleen vroeg van, hey, hoe is je werkdag? Maar het de dag daarna ook nog wist, zeg maar. Wat je verteld had. Ja, gewoon dat iemand je echt ziet. En dat ben ik niet gewend. Hoe heb je die vent op de kop getikt? Oud collega. Oké, dit is dus niet een website voor betrouwbaremensen.nl. Dat zou fijn zijn, hè? Dat zou echt... Oh man, een nieuwe... Nou, mag je nog een nieuw bedrijf willen starten? Nee, maar soms denk ik ook wel eens... Die dynamiek in een relatie... Bij mij sloeg het vaak na een paar jaar om. Het begon veilig, maar alsof ik het gewoon... Alsof het onveilig moest worden... Zodat het dan vertrouwd voor me werd, hè? Snap je wat ik bedoel? Ja, dat snap ik zeker. Ja. Ik heb dat in het begin in deze relatie ook gehad, dat ik zelf ben gaan duwen om een soort van die afwijzing te krijgen. Ja. Omdat dat voor mij heel natuurlijk voelde. Ja. Maar dat is liefde voor jou. Tenminste, dat is wat je voelt. Ja, dat is wat... Ja, dan sla je spijker op zijn kop wat dat betreft. Dus ja, dan is het onwennig. Maar uiteindelijk wel heel erg fijn dat het ineens wel is. Ik zie een ring. Is dat een trouwring? Nee. Oké. Nee, zo lang zijn we nog niet samen. Maar zou het... Zou het voor jou een toevoeging zijn? Trouwen? Ja. Ja, maar ik ben zo'n romantisch type. Ik vind het helemaal schitterend. Ik zie met een mooie witte jeuken. En dan wil ik een live band. En ik zie dat helemaal voor me. Ja, dat lijkt me gewoon heel leuk om op zo'n dag gewoon de liefde te vieren. Absoluut. Is niet goedkoop. Hè? Is wel iets waar je voor moet sparen, denk dat ik. Dat klopt, hè? Ja. 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 En dan helpt het niet als je auto een paar keer kapot gaat, kan je zeggen. Ik voel me net, heb je Up gezien toevallig? Ja. Dat stel in het begin iedere keer een spaarpotje. Ja, zo ben ik. Zo gaat dat bij jou. Een trouwpot, daar zit het geld in. En, die gaat steeds op. Die gaat steeds op. Ja. Maar niet aan mijn koopverslaving meer. Dus okay, even afkloppen. Jij zei ook ergens, falen is een feestje. Ja. Kun je met ons me dat eens uitleggen, wat je daarmee bedoelt, Eline Verbeek. Ja, zeker. Dat kan ik Patrick kikken. als jij een keer je neus stoot of je maakt een foutje, dan zeg ik falen is een feestje. Want je hebt iets misschien niet helemaal goed gedaan, maar je kan er altijd iets positiefs uit halen. Je kan er altijd iets van leren. Dus om dan in het thema van de relaties te blijven, van al die relaties heb je waarschijnlijk ook weer iets van geleerd. En je hebt er weer iets uitgehaald. En je weet, ik ga het de volgende keer anders doen. Ja. Dus uit alles wat je overkomt, of
is ook weer iets positiefs te halen. Van je shit je mest maken, heb ik wel eens iemand horen zeggen. Oh, dat is mooi, dat is ook wel mooi, hè? Zeker, ja. Zeker. En is dat niet... Ja, je hoort ook wel eens, ik zou jou ook kennen, cognitieve dissonantie. Dat je het dus voor jezelf goed probeert te praten. Sommige dingen zijn toch ook gewoon KUT? Ja, zeker. Dat mag je ook voelen. Ja, eens. Maar daarna op zoek gaan naar wat dan de parel in de poep was? Of hoe... Ja, hoeft niet altijd. Soms mag je toch ook gewoon dingen gewoon een keer op je schouder gooien. Ja, ja. Je hoeft niet alles helemaal uit te pluizen. Nee. Dan word je volgens mij doodmoe van. Soms mag je toch ook gewoon bestaan. Ja. Ik probeer het te begrijpen. Dus zou het ook kunnen zijn dat jij expres bijvoorbeeld iets aangaat waarvan je eigenlijk weet, ik kan dat niet. Maar dat je door het wel te doen jezelf over een drempel heen helpt of zo? Of... Nou ja, zo zit ik hier toch? Ik vond het heel spannend. Ja, ja, oprecht. Maar ik ben het wel gaan doen. Nee, precies. En het loopt als een terrein. Dus, je mag dat, maar dat zit meer in jezelf een keer uitdagen. Ja. Denk ik. Van ik vind het iets spannend, maar ik ga het wel doen. Ja. En dat, doe je dat, is daar een tijdsbestek voor? Doe je dat één keer per week? Of zoek je het zelf op? Of hoe het uitkomt? Zo'n uitdaging aangaan? Ja, nee, het is meer hoe het uitkomt. Soms komen er dingen voorbij. En dan, je bent toch nu aan het trainen voor iets, geloof ik, of zo? Je wil niet de marathon rennen, maar wel bij een renclub, hardloopclub. Oh, ja, klopt. Is dat ook zo'n uitdaging of kan je dat gewoon? Nee, ik kon hardlopen tot ik mijn enkel brak. Dus dat is gewoon eigenlijk weer het oppakken van een oude gewoonte. Oké. Okay. Ja, ja. En wat staat er nog op je bucketlist aan uitdagingen? Wat zou je nog echt willen doen? Gewoon in de breedste zin van het leven? Ja. Goeie vraag. Ik denk dat ik wel een keer een verre reis zou willen maken. Dat lijkt me heel gaaf. En dan echt ook niet in hotels, maar dan echt bij wijze van spreken bij iemand in huis. Dat je echt de cultuur gaat proeven. Ik heb een tijdje ook gecouchsurfd. Ik weet niet of je weet wat dat is. Ja, dat je het in zo'n concept zou doen. Dus dat je echt meer in iemands leven stapt. Ik denk dat dat wel mijn grootste bucketlist item is. Ik hoor je niet over een gezinnetje stichten. Alsjeblieft niet. Ja, en mag ik dat zeggen? Nee, maar dat hoor ik dus vaker van mensen die een rotjeugd gehad hebben. Oh, echt? Oh, dat is voor mij... Nee, dat is niet... Zie je daar niet de link? Nee. Dat je denkt, ik ga dit niet... Nope. Ik wil niet... Omdat het zo'n grote verantwoordelijkheid is... daarom heb ik zelf ook wat geroepen. Ik hoef geen kinderen. Ik ben zelf met een wispelturige vader opgegroeid... met een moeder die alleen maar alles weglachte. Sorry, pa en ma, als jullie dit horen. Maar ja, zo voelde het wel... Dat ik dacht, ja, ik wil niet dat dit nog een generatie doorgaat. Want ik heb datgene pakketje ook voor die beide mensen. Ja, ja, ja. Nee, dat is het voor mij niet. Nee? Ik kan heel slecht tegen weinig slaap. Ja. Ik kan er gewoon niet tegen. En dan word ik wakker om 7 uur 's ochtends en dan gaat het luchtalarm bij de buren af. Ja. En dan denk ik, nee. Dit nooit. Nee, echt niet. En ik heb zo rond mijn 27ste echt wel, zoals Jochem Meijer zou zeggen, van die klapperende eierstokken. En ik zag die kinderen. En op een gegeven moment kregen vriendinnen van mij kinderen. En die zaten als een soort van... Sorry vriendinnen, uitgezakte babbelpapa op bed met haar kind en de armen en de luier aan. Toen dacht ik, nee, dit wil ik niet. Dit wil ik echt niet. Je hebt gewoon zoveel tijd ook meer voor jezelf om de dingen te doen die je wil. Je bent vrij om te gaan en staan waar je wil. Dus ja, om meerdere redenen, nee, ik pas. Maar dat heeft echt nul te maken met wat er vroeger gebeurd is. Want ik denk wel, ik zou incentriek die wens hebben, ja, dan ga je ervoor en dan maak je er wat van. Klaar. Ja. En heb je niet die angst van, nou, dat lukt mij niet, want ik heb een slecht voorbeeld gehad? Nee, zeker niet. Nee. Okay, echt niet. Nou, zo leg ik het voor mezelf altijd uit. Maar die dingen die je opnoemt, die ken ik ook heel erg. Ik hou van mijn rust, ik hou van mijn slaap. Ik vind het al zo druk op de planeet hier. Mm-hmm. Hè? Dat ik denk, ja, wat zou dat dan nog toevoegen? Nog een kopietje van mij? Ik ben het toch nog? Dat denk ik dan. Maar goed, we hebben nog zo'n kwartiertje. Kunnen we het nog over je burn-out hebben? Ja, mijn burn-out. 2013? 2013. Zo, je hebt al goed opgelet, moet ik zeggen. Nou ja, ik onthoud details. Even kijken. Dat, hoe is dat toen ontstaan? Hoe voelde je dat je in een burn-out terecht kwam? Ik kon niet meer. Ik kon geen soeplepel meer optellen. Niks. Ik kon niet meer. Ik was echt gewoon helemaal gewoon leeg. Gewoon alsof je gewoon ook lichamelijk ziek was. Ik had een dekentje om mijn schouder en ik zat gewoon voor me uit te staren op de bank. Ik kon zo gewoon dagen zitten. Gewoon, ik kon niet meer voor. 10 jaar terug, zoiets. Ja, inderdaad. Zo was je 24. En hoe reageerde de omgeving? Want nu is burn-out een beetje ingeburgerd, maar toen?
Ja, en zeker op jouw leeftijd krijg je dan ook nog. Ja, ik heb er toen in die periode ook wel heel erg alleen voor gestaan, eerlijk gezegd. Dus ik heb toen van de psychiater medicatie gekregen waarmee ik... ik zeg altijd, voor mijn gevoel was ik vierkant. Ik was niet meer blij, ik was niet blij, ik was niet boos, ik was niet bang. Ik was gewoon één flatline. En, van die versuffertjes, van die pammetjes en zo. Ja, geen idee wat ik toen gekregen heb, maar het was not for me. Want ik heb best wel een bewogen emotiebalans wat dat betreft. Maar ik ben toen uiteindelijk naar Eindhoven verhuisd. En toen daar in een studentenhuis terechtgekomen. Ik studeerde toen nog. Ja, en daar hebben we toen echt heel erg aan op kunnen trekken. Dat was echt bijna gewoon een familie. Een nieuwe familie. Dat was ook echt precies hetgene wat ik toen nodig had. En zo ben ik er langzaam zeker wel weer uitgekrabbeld. Ja. En dan ligt de angst altijd op de loer dat het je nog een keer gaat gebeuren. Hè? Ben je voorzichtiger nu? Niet voorzichtiger. Ik herken de signalen wel eerder. Hè, wat je net als voorbeeld aanhaalde van ik hoorde je anderhalf jaar geleden dat je er weer tegenaan liep. Ja. Dan schakel ik ook meteen terug. Dan denk ik, dan ga ik echt met mezelf kijken van joh, wat is er nu echt belangrijk? En hoeveel tijd wil ik daaraan besteden? En hoeveel tijd heb ik voor mezelf nodig? En dan maak ik eigenlijk opnieuw de balans op. En dan moet ik daar gewoon dingen voor laten. Ja. Maar werkgevers zijn het daar niet altijd mee eens, hè? Tenminste, mijn werkgever geloofde er niet in. Ach, stelt je aan. Dat is toch wat je altijd leuk hebt gevonden. Hoe kan je nou van radio ziek worden? Ja, nou blijkbaar kan dat toch twee keer. Hmm. Maar ja, en misschien moeten we het daar niet te veel meer over hebben. Of we kunnen het daar misschien daar in jouw podcast over hebben. Wie heb jij zo al voor je podcast gesproken? Want je hebt eerder gasten gehad, hè? Ja, klopt. Geen bekende Nederlanders. Dat niet, maar wel allerlei verschillende soorten bijzondere mensen. Verhalen. Ja, mensen net zoals jij en ik. Gewoon, ja. Je hebt mensen die ik heb ontmoet op Instagram of die mijn podcast hebben geluisterd. En ik bied iedereen ook altijd een podium van joh, als jij je verhaal wil vertellen, dan mag dat. Dus af en toe ontvang ik een berichtje. Nou ja, en dan heb ik mensen gesproken die echt. PTSS. Ja, inderdaad. Ook iemand had ik laatst toch, een meisje, echt een enorm heftig verhaal. Die was ik in Duitsland opgenomen, daar vastgebonden op bed en neergespoten. Dus echt enorm heftige verhalen, maar dan. Ja, toch altijd mooi, zeg maar, wat mensen daar weer uit kunnen halen. Ja. Ja. Nou, ik vind het een leuke podcast met positieve insteek, leuke gasten en grappige titels. Ik zou je aflevering 76 willen aanraden. Die heet Vinger Jezelf Vrolijk. Ik dacht al dat je die eruit zou vissen. Ja, maar ik denk als je zo'n boek zou maken, Vinger Jezelf Vrolijk. Ik weet niet of je al een idee voor een boek hebt, maar dat wordt een bestseller. Ja. Dat is toch, iedereen nodigt je uit, die titel alleen al. Heb je die zelf verzonnen? Ja, zeker. Ik heb alles zelf verzonnen, maar... Ja, maar... Misschien kan ik je wat vertellen over het ontstaan van die podcast. Ja, graag. Ik weet niet hoe we erop kwamen, maar... Het ging over masturbatie en het ging over vibrators. En ik raakte met iemand in gesprek daarover op Instagram. En toen zei ik tegen haar, ik moet hier een podcast over opnemen. Ja, zegt ze, ja, dat vind ik ook. Maar ik vind het wel heel spannend. Ik zeg, ja, ik ook. Ik zeg, weet je wat? We doen het nu meteen. Ja. Dus hup, even ingelogd via Zoom, allebei opgenomen. En het mooie was, gaandeweg pratende met elkaar over dat onderwerp, kwamen we erachter dat masturbatie eigenlijk een soort van... Een vorm van zelfliefde is, een momentje voor jezelf om even je hoofd leeg te halen, wat goed is voor je mindset. Dus dat was eigenlijk een hele grappige, spontane aflevering. Ja. Ja. Zeker omdat er misschien ook wel een beetje taboe op zit voor vrouwen. Ja. Ja. Voor vrouwen, maar voor mannen, ja, ik als man praat je daar eigenlijk ook niet over. Maar het is wel een stoere, slappe klets, toch? Ja. Van ik trek me twee keer per dag af. Hey. Nou ja, misschien in dat kader niet. Wat niet het geval is, overigens. Maar vinger jezelf vrolijk. Ik ga deze podcast niet zo noemen, maar als iemand luistert die nog een boek wil schrijven, noem het zo. Het wordt echt een hit, denk ik. Hè. Oh, er komt een luisteraarsvraag binnen. Jij komt uit Venraaien. Ga jij nog carnaval vieren? Ga ik nog carnaval vieren? Zeker. Zeker. Ja. Maar niet in Venraai. Nee, maar nee, dan? Ik ben jarenlang teruggegaan naar Venraai. Naar de Vastelovensroutje natuurlijk. Ja. Ik vind Limburgs carnaval echt carnaval. Sorry als ik daarmee de Brabanders tegen hun schenen schop. Maar ik woon nou in Vught tegen Den Bosch aan. Dus ik ga lekker naar Den Bosch. De optocht kijken? Nee, dat niet. Nee? Nee, ik ben meer van het gewicht heffen met de rechterarm. Ja? Ja. Ja, nee. Lekkere wijntjes. Ja. En hoe ben je als je dronken bent? Als ik dronken ben? Weet je dat dat echt
Even een zijstapje. Ik denk dat ik echt gewoon het klassieke type zou kunnen zijn van alcoholverslaving. Maar die heb ik gelukkig niet. Als ik dronken ben, ik heb nooit een kwaaie dronk. Ik ben altijd super vrolijk. En dan hoef ik nergens meer over na. Wat mensen van me vinden, wat ze van me denken. Oh, zo'n heerlijke staat van zijn. En wat zeg jij dat dan? Even diepgravend als amateurpsycholoog. Denk jij dan eigenlijk te veel na door de dag heen? Of ben je te cognitief bezig? Ja, ik denk zeker dat ik wel een denker ben. Ja, absoluut. Ik denk ook dat het altijd druk is in mijn hoofd. En ik probeer dat, wat ik net al eerder in de aflevering aanstipte, ik probeer dat gewoon beter in balans te brengen. Kan denken ook een verslaving zijn? Ja, dat denk ik zeker. Ja. Maar als je het hebt over niet hoeven voelen, dan vluchten we maar. Ja, eens. Eens. Dan denk ik ook zeker dat gewoon een afleidingsmethodiek kan zijn om maar niet bezig te zijn met wat je hier beneden voelt. Ja. Dus ik denk ook zeker, dan heb je balans. Dat is zo'n woord waar je overal tegenaan kan zetten. Ik denk dat dat in balans mag zijn. Dat het oké is om na te denken. Iedereen denkt, dat kun je toch niet tegenhouden. Maar dat er ook altijd ruimte mag zijn voor je gevoel. Ja. Ja, zeker. Doe jij oefeningen om dichter bij je gevoel te komen? Heb je een oefening? Ja, ik gebruik de Headspace app. Ik weet niet of je die kent. Ja. En die heeft echt misschien wel iets van 100 verschillende programma's om te gaan met stress, om te gaan met negatieve gedachtes. En dat helpt me heel erg. Dus als ik nu bijvoorbeeld de drang voel om te kopen of te eten, denk er is dus een emotie, dan ga ik er echt even bij stilstaan en dan pak ik eens een oefening die op dat moment met mij resoneert. Ja. Pak ik eruit. Ja. Van Headspace staan ook dingen op Netflix, zag ik. Hè? Ook, ja, klopt. Is dat de moeite waard? Het is een aantal meditaties visueel gemaakt. Maar dat doen ze in de applicatie ook. Ik vind de applicatie zelf fijner, want je hebt op een gegeven moment je ogen dicht. Dan kan je echt gaan zitten en anders ben je toch weer naar een scherm aan het staren. Maar dat is mijn persoonlijke gevoel. Ja. Maar het is zeker een leuke introductie. Ik heb er volgens mij 1 of 2 van gekeken. Ja. Luister jij nog bepaalde podcasts? Zo ja, welke? Mag ik je een heel eerlijk antwoord geven? Ik luister zelf geen andere podcast. Oh, ja, dat kan. Mensen die aan het praten zijn, denken, waar ga ik niet naar zitten luisteren? Ik luister heel graag gewoon muziek. Dus als ik in de auto stap, zet ik lekker mijn Spotify playlist aan en dan ben ik gewoon lekker muziek aan het luisteren. En audioboeken, luisterboeken? Nee, ook niet. Ook niet? Nee. Je bent eigenlijk niet zo auditief ingesteld. Ja, wel qua muziek, maar niet qua gesproken woord. Juist. Dus je kijkt ook geen documentaires of zo. Ja, dan zit er alweer een visueel aspect bij. Ja. Je bent wel actief op Instagram, hè? Ja, maar ja, wie niet van jouw generatie? Ik zag ook iets van een lijstje met... Ja, laten we daar eens naar vragen, even de laatste paar minuten nog. Wat kunnen mensen gratis bij jou krijgen? Want je hebt een... iedere coach heeft toch een gratis e-book? Ja, dat heb ik zeker. Ik heb een e-book Positieve Psychologie met wat praktische oefeningen erin die je kunnen helpen te gaan focussen op het positieve van je leven. En natuurlijk de podcast. Ik denk dat mijn grootste twee gratis items zijn. Je geeft inderdaad veel weg. Die podcast is wekelijks of zo? Ik heb het een hele tijd zelfs 2 wekelijks gedaan. En nu zit er niet net hoe de wind erbij staat. En dat is meer wat ik net aangaf. Ik ben echt aan het checken van hoeveel energie heb ik ervoor. En aan de hand daarvan maak ik mijn afleveringen. Ja. En nu hoor ik altijd van business coaches dat je moet specialiseren. Je moet om 1 ding bekend staan. Hè? Zou jij dan niet de koop- en eetverslavingscoach van Nederland moeten worden? Dat je het zelf hebt wil niet zeggen dat je er andere mensen mee kan helpen. Nee, is dat een valkuil? Maar het wil niet per definitie zeggen dat je daar... Je weet er wel veel. Je weet hoe het is. Ja, ik weet hoe het is. Ik voelde me meteen meer begrepen toen ik het met jou erover kon hebben. Ja. Weet je wat? Ik ga meenemen, joh. Ik ga erover nadenken. Maar ik voel me waar ik mezelf goed bij voel. Is echt dat stukje positiviteit. Omdat je dat op dat is zo ontzettend brede kapstok. Ja, dat maakt eigenlijk niet uit waar je last van hebt. Daar kun je eigenlijk altijd wel iets mee. Ja. Nee, want ik denk als ik jou eerder was tegengekomen en had gestaan, dus gespecialiseerd in koop- en eetverslaving, dan had ik je misschien wel eerder uitgenodigd. Omdat ik gewoon, dat zijn thema's, hè, ook voor mij. Maar goed, daar zijn we gaandeweg gelukkig achter gekomen. Als mensen met jou in contact willen komen, Eline, wat is de makkelijkste manier? Dan kunnen ze mij best een berichtje sturen via Instagram. Dat is Eline_onlinecoaching. En jouw website? Elineverbeek.nl. En wij hebben contact gekregen via LinkedIn. Daar ben je ook... Klopt. Ja. Laat ik nog een laatste grote vraag stellen. Ben je nou inmiddels in de smaak gevallen bij je vader? Of is dat heb je die opdracht jezelf weggenomen? Heb je gedacht, dit gaat toch nooit meer lukken? Ja, dat gaat hem niet worden. Nee? Nee. Hoe verdrietig het is, dat gaat hem niet worden. Nee, daar zal ik me bij neer moeten leggen. Ja, ik ben dat ook al 48 jaar aan het proberen.
Maar ja, dat gaat. Als ik. Ik, jouw verhaal hoor ik straks dan natuurlijk graag. Maar. Je kan er niet uithalen wat er niet in zit. Nee. Of je kan er. Ja, ik zei het wel goed. Ja. En mag ik nog eens iets gek zeggen? En dan houden we op en gaan we even thee maken. En voor de volgende podcast. En dan gaan we voor jouw podcast. Maar ik heb dus van zo'n spirituele leraar ooit gehoord. Jij doet alsof je een conflict met je vader hebt. Maar je hebt eigenlijk een conflict met vader met grote V. Ja, dat is een hele grote uitspraak. Yeah. Je hebt eigenlijk gewoon met de vader in de hemel, zullen we maar zeggen. Ik ben geen gelovig type, maar je hebt gewoon met je schepper heb je gewoon een conflict. Omdat je het idee hebt, wat toch in ons mensen heel erg ingestampt is door het geloof, dat jij op deze aarde iets te bewijzen hebt. Hè? Zoals dat vroeger ook met het geloof was. En pas als je hier een goed mens bent geweest, kom je later, als je dood bent, in de hemel. Yeah. Dus dat zo in ons DNA zit, ik krijg gewoon kippenvel als ik daarover begin. Dat we jarenlang met die kerk en met die preken om de oren zijn geslagen, dat eigenlijk ons grootste probleem is. We vinden onszelf niet goed genoeg en we projecteren dat op ons, een van onze ouders, in dit geval je vader, ik ook op mijn vader. Maar eigenlijk zijn we stiekem in conflict met, ja, we zullen het maar even noemen, God. Zo. Dat is er eentje, hè? Dat is er zeker eentje. Nee, daar heb ik echt nog nooit over nagedacht. Nee, zo voelen zie ik dat hoor je ook niet vaak. Maar toen, bij mij ging wel een belletje rinkelen. En ik denk, ja. Wat was het dan bij jou? Wat klikte? Ja, ik wil natuurlijk ook een soort perfect mens zijn. En dan dacht ik, ja, mijn vader, wat jij ook zegt, wat er niet in zit, komt er niet uit. Mijn vader is helemaal niet tevreden over zichzelf. Die denkt dat zijn eigen leven mislukt is. Dus hoe kan hij nou, terwijl hij over zichzelf zo negatief denkt, mij die bevestiging geven? En toen ging ik verder redeneren. En toen dacht ik, ja, dan ben ik dus gewoon naar iets op zoek wat eigenlijk geen enkel mens van een ouder echt kan krijgen, omdat het iets is wat niet van deze wereld is, zullen we maar even zeggen. Om het even zweverig te maken. Maar denk je niet dat er bepaalde ouders zijn die het hun kinderen wel kunnen geven? Ja, dat vraag ik me dus af. Ik denk het wel namelijk. Ja, zeker. Zie jij ze? Kom je ze tegen? Ja, zeker. Ik zie ook mensen in mijn omgeving die wel hetgene hebben meegekregen van thuis wat ze hadden wat moeten meenemen. Ja. Ja, ik zie helaas, maar misschien komt dat ook wel omdat ik dit soort gesprekken maar misschien heb je er ook een verklaring voor willen zoeken. Ja, waarom kan het zo is. Hè? En heeft dit voor jou geklikt en dan is dat niet goed of slecht. Dan is dat hetgeen wat voor jou werkt. En dan is het oké, toch? Nou ja, dan kom je natuurlijk in het begrip als ego. Daar zul jij ook in verdiept hebben. En dat stemmen, die stemmetjes in ons hoofd die onszelf. Kijk, we zijn zo vaak onszelf aan het afkraken. Hè? Dat wat jij ook zei, die stemmetjes die zeggen, ach, doe je het weer verkeerd? Wat heb je nou weer gedaan? En dat klinkt als de stem van onze vader. Maar eigenlijk zijn we het zelf de hele dag tegen onszelf aan het zeggen. Ja, maar dat kan een geïnternaliseerde stem zijn van jouw vader in jouw eigen hoofd. Ja. Omdat jouw vader dat heeft gezegd. En dus hoeven niet de concrete woorden van je vader er te zijn. Maar je kan daar wel je eigen draai aan hebben gegeven. En dat vertel je dan jezelf de hele dag. Ja, het kan. Maar dat is mijn. Ja, ja. Dat is hoe ik het zie. Maar we kunnen daarin verschillen van visie natuurlijk. Nou, ik ben vooral. Die arme man die heeft al zoveel verwijten van mij gehad. Dat ik nu op een punt ben. Maar misschien heeft dat ook met leeftijd te maken. Je op een gegeven moment op een punt komt dat ik denk, ja, hij kon er ook allemaal niks aan doen. Hij is ook maar weer een product van. Hij is net na de oorlog geboren, weet je wel. En hij is ook maar weer door een vader opgevoed. Die ook voor alles aan zijn kop had. Een soort. Ik ben zelfs zo ver gegaan dat ik uitgezocht heb dat mijn opa en oma hadden een verstandshuwelijk. Mijn opa, die ik nooit gekend heb, die was eigenlijk verliefd op een meisje. Maar er kwam rood haar voor in de familie. En dat was blijkbaar in die tijd een schande dat je een kind kon krijgen met rood haar. Vraag me niet waarom, maar dat was in Limburg in de jaren 40, 50. En dus dat huwelijk van mijn opa en oma, waar mijn vader uit voortgekomen is, dat was al niet op liefde gebaseerd, snap je? Dus ja, ik ben zo ver terug gaan zoeken in de geschiedenisboeken om maar een verklaring te vinden waarom mijn vader is zoals hij is en waarom hij dus ook zo omging met mij zoals hij is omgegaan. En dat heeft mij een soort van, niet dat ik hem daardoor zeg maar zeg dat hij niks fout heeft gedaan, maar dat heeft mij wel geholpen in het in ieder geval te willen begrijpen. Ik wilde het heel graag begrijpen. Had jij dat niet of heb je die zoektocht ook gestaakt? Wat jij zegt, dat herken ik natuurlijk wel. Ik heb natuurlijk ook geprobeerd rationeel te verklaren waarom mijn vader is zoals die is. Alleen dan is mijn gevoel nog wel zoals het is, zeg juist, maar. Dus ondanks dat ik het begrijp, geeft hem dat geen vrijbrief, zeg maar, om dat te doen. Om te gaan. Met jou, hè, vanuit jouw vader gezien en bij mij vanuit mijn vader. Ja. Maar ik hoor jou ook wat dingen over je moeder zo links en rechts. Ja, ik denk dat heeft ook. Nee. Maar daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. We gaan nog een mooi gesprek opnemen. Wil jij dan nog een pukka thee of wil je een andere thee? Ja, ik ga weer voor de relax. Patrick. De relax, ja, dat helpt goed, hè? Helemaal zen. Oké. Mijn naam is Patrick Kikke. Ik sprak met Eline Verbeek. Ze is dus te bereiken via Instagram en LinkedIn. Zoek haar op.
en check haar Positieve Psychologie podcast. Dankjewel voor nu. Zeg ik tegen jou. Oh, dankjewel.